De antwoorden van hoofdstuk 2, paragraaf 3. 1 is een gletsjer, 2 is de bovenloop, dus dat is het begin van de, waar het begin van de rivier is. 3 is de middenloop, het middengedeelte. 5 is de benedenloop, het laatste gedeelte van de rivier. 4 is een meander, een bocht. 5 is benedenloop, jongens. En 6 is de delta, dus waar de rivier zich splits in meerdere zijtakken. Meestal aan het eind van de rivier. A. Erosie. B. Sedimentatie. Dat vindt natuurlijk vooral in de binnenbochten van de rivier plaats, omdat het water daar langzaam stroomt. C. Is een groot verval, dus hoogteverschil van de rivier. En D. Is een klein verval. In benedenloop heeft een klein verval. De hoogteverschil is niet meer zo groot en bij de bovenloop heeft de rivier een groot verval omdat het water van grote hoogte vanuit de bergen naar beneden stroomt. Antwoord van 1b, bij A is het erosie en bij B is het sedimentatie. De antwoorden van vraag 2a, waarom is het debiet van de Rijn, debiet dus de hoeveelheid water wat afgevoerd wordt ergens als je kijkt op een bepaald punt van de rivier, dus bij Basel, dat is op de grens van Zwitserland-Duitsland, kleiner dan het debiet bij Lobith. En Lobith is op de grens van Nederland. Nou, pas voor bij Basel komt er eigenlijk nog heel veel extra water in de rivier de Rijn, van alle zijrivieren. De rivier wordt dan steeds groter en groter en groter. Vraag B, het grootste debiet, dus hoeveelheid water wat passeert bij een bepaald punt. Valt bij Basel in een andere jaargetijde dan bij Lobith. Verklaar dit verschil. Nou, bij Basel stroomt er vooral veel gletsjerwater door de Rijn. Nog water van het smeltwater van de gletsjer. Vooral in het voorjaar, in de zomer, gaan die natuurlijk harder smelten omdat het warmer wordt. Plus ook al het sneeuw wat op de bergen ligt gaat ook smelten. En bij Lobith wordt het regime bepaald door regenwater. En in de winter regent het meer en verdampt er minder water. Dus als het regent in de winter, dan zakt veel meer water de grond in, stroomt naar de rivier. In de zomer, als het regent, verdampt ook meteen weer door de warmte veel water. Het regime betekent de hoeveelheid water die een rivier afvoert gedurende het hele jaar. Dat verschilt dus per maand, per seizoen. Vraag C, de antwoorden. Bij Basel stroomt er vooral gletsjerwater door de Rijn en is de invloed van de neerslag, wat heel erg onregelmatig is. Zo kan het tijdens het droog zijn, zo kan het veel regenen, op het regime dus beperkt. Bovendien komt er bij Lobith ook veel water van de zijrivieren in de Rijn. Vraag 3. In W9 moest je het stroomgebied instromen, dus het blauwe gedeelte. Het stroomgebied is dus al het water wat in dit blauwe gedeelte valt, gaat dan via de rivier de Rijn naar zee. Het water wat in die andere witte gedeeltes valt, gaat dan via andere rivieren naar zee. De waterscheiding intekenen met de rode lijn, dat is de grens van twee stroomgebieden. Meestal een verhoging in het landschap. Vraag C. In welk land ligt het grootste deel van het stroomgebied van de Rijn? Nou, dat is Duitsland. Het grootste gedeelte van het stroomgebied is dus de Rijn. Het meeste water wat, zeg maar, door de Rijn stroomt, komt van Duitsland. Vraag 4. De namen van de steden moest je opzoeken, invullen. Je hoeft ze niet te leren. Hier staan ze. Schrijf ze maar even over als je ze niet hebt. B. Ook de namen van de gebergtes en de landstreken. Schrijf ze maar even over. Maar je hoeft ze niet te leren. Vraag 5. Het gaat over de horsten en het slenken. Wat ik jullie al zei, midden op de plaat kunnen er ook breuken ontstaan door de krachten van de buitenkant. En dan kunnen er stukken plaat iets naar beneden zakken, andere stukken plaat kunnen dan iets omhoog komen. De hoge gedeeltes noem je de horsten, ook van een hoog horst, en de lage gedeeltes zijn de slenken. Maar in dit geval, logisch, in het laag gedeelte stroomt de rivier. Dit zijn de Vogezen in Frankrijk. Dit gedeelte hier, de Vogezen, en het Zwarte Woud, dit gedeelte van Duitsland. En het laag gedeelte waar de rivier de Rijn doorheen stroomt, is dus de Slenk. Vraag B. De horsten liggen hoger en zijn vaak beplant met druivenstruiken. Vindt ze daar allemaal druivenstruiken. De Slenk is lager en wordt meer gebruikt in het lagere platte gedeelte voor weidegebied en akkerland. Vraag 6. De
de rivier blauw inkleuren. De juiste volgorde is toen eerst is het 2, dan is het 3, de buitenbochten slijten steeds meer uit. Dan krijg je 4, de buitenbochten zijn bij elkaar gekomen, de rivier kan rechtdoor stromen. En dan krijg je 1, de oude rivierbocht is nu een hoefijzermeer geworden. Leg uit waarom de rivier bij A sneller stroomt dan bij B. Nou, in de buitenbocht is de stroomsnelheid groter. Dus in de buitenbocht is de stroomsnelheid altijd groter dan in de binnenbocht. Vraag 7. Waarom is het rivierdal van de Rijn hier smaller en dieper in de Middenrijn, in de grift in Duitsland? De rivier moet zich hier een weg banen door een leisteenplateau. Dus door een hooggelegen gedeelte in Duitsland. Wat bestaat uit leisteen. Daar heeft de rivier zich, moet zich daar een weg door middel van een dal doorheen banen. Ik denk aan het stukje van die foto's die ik liet zien van de romantische Rijn. Waarom zijn in het gebied in de middeleeuwen veel kastelen gebouwd? Nou, vanaf de steile bergruchten kon het transport over de Rijn eenvoudig in gaten worden gehouden. En ze konden ook de tol heffen voor schepen die dan langskwamen. Ze hadden een goed overzicht voor alles wat dus voorbij kwam. Vraag 8 gaat over het basisboek P121, verval en verhang. Verval is dus een hoogteverschil tussen twee punten. En verhang is de hoogte gedeeld door de lengte tussen twee punten. Nou, hier staan de antwoorden tussen A, B, B, C en C, D. Als je het goed hebt gedaan, kom je op deze getallen uit. Bij verhang is hoe hoger het getal is, hoe sneller de rivier, het rivierwater stroomt. Hoe lager het getal is, hè, hoe minder hoogteverschil, hoe langzamer dus de rivier stroomt. 8b, C is een grote val en D is een klein verval. Vraag 9. Een stukje in je lesboek lezen, basisboek figuur 326 gebruiken. A. Waarom vindt er in de medeloop van de rivier sedimentatie plaats? Hier is het verhang klein. De stroomsnelheid is laag, waardoor de deeltjes kunnen zinken. Als het water langzaam stroomt, kunnen de deeltjes wat in het water zweeft naar de bodem zinken. Waarom zijn rivierdeltas dicht gevolgd? Dat is het einde van de rivier, waar de rivier zich splitst in zijtakken. Het zijn meestal laaggelegen delen. En vroeger zijn er veel overstromingen geweest toen er geen dijken waren. Dat heeft voor vruchtbare grond gezorgd. Figuur 326 noteert twee verschillen tussen een estuarium en een delta. Nou, een delta is breder dan een estuarium. In een delta is meer sedimentatie dan in een estuarium. Vraag 10. Lees je een lesboek over stromingen. Welk verband is er tussen verstening, hè, dat er steeds meer huizen en wegen komen, en de infiltratie, hè, dat het water de grond in kan zakken, en de vertragingstijd enerzijds en een grotere kans op overstromingstijd. Hè, dus als het regent, het water moet dan in de grond kunnen zakken. De grond infiltreert, absorbeert het water als een soort spons. Dus dan duurt het een tijdje voordat het dan kan doorstromen naar de rivier. Maar als er veel verstening is, harde oppervlakte, dan kan het regenwater rechtstreeks snel over de wegen, vanaf de huizen, het riool instromen en komt het sneller in de rivier terecht. Dus door de verstening infiltreert er minder in de bodem en komt het sneller in de rivieren terecht. Dat betekent dat de vertragingstijd verkleind wordt, het gaat sneller naar de rivier toe. En dan is de kans op overstromingen groter. Vroeger, voordat er veel verstening was, kon het regenwater in de grond wegzakken. Het werd daar opgezogen als een spons. En dus als het hard geregend had, duurde het ook langer voordat het de rivier terecht kwam. En dan had je ook minder kans op overstroming, omdat het water eerst door middel van de sponswerking van de grond eerst werd verzameld voordat het naar de rivier kon stromen. Dit waren de antwoorden. Jullie weten, als je voor de toets wat je moet leren, staat hier altijd aan het eind van de paragraaf in je werkboek. Als er topo bij staat, dan hoef je dat nooit te leren.